Ik ben Max in het tweede deel. Nu ga ik een huis maken boven de grond. Dat heb ik jullie in het eerste deel ook al gezegd. Toen is het helaas niet gelukt. Maar in het tweede deel wel. Ik neem even geen spullen mee, want ik blijf dicht bij mijn andere huis. Oh nee, ik blijf niet dicht bij mijn andere huis, maar het maakt niks, helemaal niks uit. Want ik ga... Ik blijf gewoon hier. Ik ga nu een huisje bouwen. Ping. Oh. Wil je vertellen hoe je het huisje bouwt? Kijk, ik zet allemaal blokken neer. En hoe doe je dat? Door er bovenop te slaan? Of wat doe je dan? Je tikt hem aan op het scherm. Leg het eens uit, Max, hoe je het doet. Ik tik het aan... Maar eerst maak ik de muur natuurlijk vooral. Je tikt op de plek waar het blok moet staan, of niet? Dan loop je naar een andere plek en dan tik je weer met je rechtervinger. En je hakt iets weg nu? Een aardeblok. Je hakt de aarde weg. Ja. En nu hak ik nog twee blokken weg. Die stonden niet op de goede plek? Eentje... Niet, stond niet op de goede plek en eentje wel, maar die moest voor de deur worden. Alweer eentje op de foute plek. Ja. Hak ik alweer weg. En waar wil je hem hebben dan? Wil je omhoog? Dat ze wel opbouwen. En hoeveel blokken kan je op elkaar zetten? Nou, gewoon zoveel als je wilt, hoe hoog je het huis wilt. Oké. Waarom laat je stukjes open? Daar komen ramen. Natuurlijk. Ook al deed ik het op de Xbox niet. Ik had geen zand. Had ik en dus ik kon geen ramen maken. Oké. Dan maak je van zand de ramen? Ja, de ramen maak je van zand. In de oven stoppen de ramen. Oh, dat moet je ook nog een keer laten zien, denk ik. Want nu heb je ze in voorraad, hè? Dit keer. Deze raam had je al in voorraad? Ja, die heb ik nog niet gemaakt. Die heb ik gehakt, maar dat was niet tijdens een filmpje. Maar die had je al gemaakt een keer? Ja. Oké. En hoe wissel jij tussen je blokken dan onderin het scherm? Want nu pak je planken, of niet? Nee. Ik maak nu zo maakjes die ik altijd moest maken... Hoe maak je kist? Laat het langzaam zien. Nou, kijk. Hier, pak die altijd, zie je? Ja. Heb je er 4 van nodig? Ik heb er 5 dus. Ja. Dan maak je die. En dan heb je hem. Zet je bijvoorbeeld daar neer. En waarvoor heb je die kist nodig? Nou, voor een deur. Maar ik heb even niet genoeg hout voor een deur. Als je nog geen huis hebt, altijd hout gaan hakken. Oké, jij hebt wel hout, dus jij gaat het ophalen. Ja, ik ga het ophalen. En je doet de deur achter je dicht, omdat je anders... Nou, enge wezens krijgen bijvoorbeeld TNT's. Oké, of spinnen. Die blijven leven in dag. Oh, die blijven overdag leven, de TNT's. Ik sloop een bed. Waarom doe je dat? Nou, voor als het nacht wordt. Oh, je gaat het bed meenemen? Ja. Oh, jij sloopt één bed, maar je neemt hem mee naar je andere huis? Ja. En dan heb je altijd een bed nodig. Moet je een bed in je huis hebben? Nou, moet niet... Maar? Want ik heb in mijn andere huis ook geen bed van de vorige film. Zag je dat? Ja, nee. Als je al de volgende film had gekeken. De vorige film? Ja. Oké. Dus je hoeft geen bed, maar je vindt het wel lekker, zo'n bed. Ja, want dan... Nee. Want dan gaan de nachten sneller voorbij. Oh, als je gaat slapen, gaat het sneller voorbij. Ja. Het lijkt sneller dan. Hè? Nee, het gaat ook echt sneller, hoor. In Minecraft gaat het gewoon echt sneller. In Minecraft wel. In de echte wereld niet. Ja. En ga je nou van boven erin? Dat kan dat ook. Nee, wat ben je nu aan het doen? Dat kan hem maken. Met andere soort blokken weer. Ja. Want ik heb maar...
Wat doe je? Vertel ja, je nu ga ik weer in diezelfde maakjes. Ik maak een deur. Zie je 6 voor nodig? Ik heb er 6. Ik druk daarop. Dus eigenlijk zijn het altijd dezelfde blokken die je gebruikt. Je zegt alleen, ik lever nu 6 blokken in en ik wil een deur terug. Is dat zo? Nee, ik krijg de deur terug. Je krijgt de deur terug. Maar dat is eigenlijk wat je doet. Je levert 6 blokken in en je krijgt de deur terug. Ja. Misschien ga ik het ook nog een keer begrijpen. Door deze kijken. Oh, leuk. Dan zat je beter. Hoe zou ik je laten zien hoe je bakt? Wat ga je nu doen? Als je het huis af, laat je huis nog even zien. Dan stoppen we dit filmpje. Nee, maar ik ga laten zien hoe je bakt. Dat duurt, nee, hoe je brood maakt, dat duurt nog heel eventjes. Dat duurt een paar seconden. Mijn huis was klaar, dus daar ga ik niet meer aan doorwerken. Oké. Want bij de volgende deed ik ook 2 dingen. Wat ga je nu doen? Ik lever mijn spullen weer even af. Wat zijn het voor spullen die je over hebt? Ja, die ik over heb. En ja? Ik ga nu weer eventjes naar beneden. Zie je deze? Wat is dit? Nou, ook een kist. Ja. Zo'nzelfde, maar niet zo makkelijk. Je pak je granen, zie ik. Ja, 3. 3 pak granen pak je. En dan ga je naar deze. En dan ga je naar... Oh, dat staat niet meer. Zullen we dingen veranderen? Wat ga je nu doen? Ja, ik ga naar de maakkist. Ja, dat noem jij een maakkist. En dat is? Ja, dat is ook een maakkist. Nou, kijk. Wat ga je pakken? Hier zie je brood. Ja, eentje. Eén brood kost 3. Nou, dan druk je daarop. Ja? Heb je 1 brood, kan je eten voor levens. Oké. Okay. Dus je hoeft ook niet te bakken, dat brood. Nee. Dat is gewoon klaar nu. Ja. Oké. Okay. Misschien kan je het bakken proberen. Nee. Is het over? Ja. Oké, okay, nou dan gaan we nu afronden. Ja. Dag. Dag. Dag.